Yes, je kijkt naar weer een splinternieuwe aflevering van The Judgment. POB The Judgment, that is. En we gaan het hebben over de battle tussen Henk en Michael After. Met natuurlijk Tim Beumers, MC Excellent, Kimo en Jason Bourne. Mijn naam is Brainpower. We beginnen live en direct. En wel nu, Kimo, wat vond je van deze battle? Ja, goed en kut, zeg maar. In één gewoon. Het ook twee deelnemers, dus ja. Dat komt goed uit. Ik vond Michael After nice. Kijk, hij is altijd een beetje... dat je denkt van oké, hij is een soort van likable guy. Maar je mist net een beetje van dat je echt aan het battelen bent. Hebben we ook een paar keer die kritiek aan hem gegeven. Ja. En ik vind dat hij daar goed naar geluisterd. Er zat wat meer venijn in, weet je wel? Ja. Hij was meer echt aan het battelen. Ik vond zijn schema's redelijk on point ook. Hij kwam opeens personal over een overleden vriend. Van Henk, zelfmoord had gepleegd, rest in peace, dat is altijd kut natuurlijk, maar dat is toch kenmerkend van dat hij inderdaad denkt van fuck it, ik ga er gewoon voor in die battle. Hij zei de hele hoed over de heen, als automonteur, vond ik een nice bar. Je weet dat ding van dat ze zeggen, weet je wel, een vrouw met een goed vaak gebruikte vagijn, wat dat net is als een knakworst gooien in een gang. Zei hij maar bij jouw moeder. Herhaalde nog eens. Een goed gebruikte vagijn. Ja. Allee, is dat lyrica? Tim kan het voor zich zien. Het is een destroyed pussy. In plaats van een knakworst door een gang gooien, is dit eerder een tandenstoker door de Botlek tunnel. Ja. Op zich vond ik dat ook heel mooi beeldend. Ken je die Botlek tunnel? Je kan het, nee, maar het zou een of andere tunnel hier ergens in de buurt zijn. Snelwegtunnel. Zoiets vermoeden ik ook. Zo'n eitunnel, maar dan tof. Hij had nog een zin over geen kind aan die bitches van vruchtbare vrouwen die wel lekker erin gooiden. Henk uit ergens een lijn met Mierhout. Die vond ik grappig. Ergens een lijn? Ja, voor de rest. En dat is jammer, want hij kwam in de freestyle battles, kwam hij op zich eigenlijk beter dan ik had verwacht naar voren. Ja. Weet je, die props wil ik hem wel geven, want hij gaat voor mij heel slecht cijfer geven. Ik vond het een hele gare performance. Ja. Maar ik wilde wel gelijk bij zeggen dat die freestyle shit van hem was boven verwachting. Hij was beter in die freestyle battles dan in zijn written battles. Mijn eerste ding wat ik heb opgeschreven bij hem is wat het gekke choke. Ja, daar begon het aan mee. What? Ja, dus... Jij geïntegreerde man. Hij verchokte de hele boel eigenlijk. Daar kwam het een beetje op neer. En kut. Okay. Ja, duidelijk. Laten we gewoon even in het midden zorgje in de reden. Maakt niet uit, jongen. Mag jij. We hebben het niet van tevoren besproken met deelnemers, maar er is een nieuwe chokeregel. Ja, daar wou ik het over hebben. Die was nice, man. En die is? Zodra er een duidelijke stilte valt, beginnen ex-vingers dit te doen. Tot en als tien. Hij bij de 10 is, dan is het done. Time. Ja. En ja, wij achter de televisie hebben daar gewoon lekker in meegeteld ook. En, Ik wil ook alle mensen oproepen in de zaal, als je dat ziet, om vooral lekker mee te tellen. Ja, want als excellence vingers eindigen op het getal 10, dan weet je hoe laat het is. Kan je zelfs met z'n allen time roepen? Ik geniet er echt over. Ik heb lang gewaarschuwd op Twitter. Ja. Ik heb al die MC's gezegd van luister, we zijn nu al bijna een jaar bezig met de next gen. Het is niet meer opwarmen, het is niet meer potentie, het is nou gewoon nu moet je koken, snap je? We hebben geen tijd meer voor chokes en al die shit. We done with that shit. We hebben events gehad waar er alleen maar gechoked werd. En af en toe een ronde werd afgemaakt. Fuck dat man, I'm done with that shit. Ja. Dus als ik nu als mijn choke alarm afgaat, dan gaat deze gewoon omhoog. Maar. En als ze bij de 10 zijn, is je ronde voorbij en is die andere aan de beurt. Klaar. Toen wij onze meeting hadden. En, duidelijk. We gingen dit bespreken. Hadden we niet verwacht dat in het event daarna een Henk kwam die gewoon niet eens een ronde begon. Ja. Zijn ronde begon met, kut. Ja, en toen begon hij. Dan gaan we gelijk. Wat ik dan wel raar vind, want hij heeft daarvoor, heeft hij gewoon gefreestyled. Hij heeft gewoon gefreestyled. Ja! Freestyle dan. Nu je het zegt, man. Hoe de fuck kill je een freestyle gewoon toernooi? Wat toepars. Het is maar allemaal beter dan, kut. En gewoon choke maar het is en toch vaak een gebrek aan voorbereiding, bedoel. Nee, maar eigenlijk wat Kimo zegt is eigenlijk, het is eigenlijk kut. En hij ging gelijk tellen, het was 10. Ja, maar dat is wel wat er nu moet gebeuren. Want mensen betalen om een fucking dope battle te zien, man. We kunnen er niet de mensen elke keer aandoen dat ze komen. Weet je, ik weet je vaak, ik heb gehoord van, fuck dat, ik kom niet meer, man. Als we een event hebben gehad met 4, 5, 6 jokes. Ja. Fuck dat, man. En nu geef je dus we gaan er gewoon heel strak aftel en de timescale. Zijn het voorlopig 10 seconden, kunnen het ook minder fuck seconden dat, worden? Nee, gewoon 10. 10 is genoeg. 10 is genoeg. Binnen 10 moet je dat lampje kunnen laten branden. Oh shit, dat was hem. Bam. Weet je, 10 is genoeg.
10 is genoeg, nee, man. Je ziet ook meerdere MC's die gegroeid zijn, die veel minder choken of niet meer choken. Ja, je moet gewoon aan je ding werken. Dat is het mee eens. Ja, absoluut. Maar, het is gewoon oefenen, man. Als je genoeg hebt geoefend, ga je niet choken. Neem maar een voorbeeld aan choker, die nu al heel consistent deze is geworden. Man. Deze kill en gewoon mensen aan het killen is. Ja, eerlijk. Zeker. Hij had dat over zich heen hangen en hij heeft zich daar uitgevochten. En hij zet gewoon prestatie na prestatie. Ja, zeker. Maar ook Michael Efter, die gewoon... Kijk, ik ben mezelf ook gewoon bewust dat sommige dingen die ik hier zeg, zijn wel gewoon nep. Voor kunnen nep overkomen als je het hoort. Ik meen het wel. En de een denkt van, dikke lul aan je bek. En de andere denkt van, nou ja, ik doe er wat mee. En ook vandaag Michael Efter zei, ja, ik heb gewoon geluisterd, ik heb dit. En ook in hem zie je weer een bepaalde groei doorkomen, waarin ik denk van ja... Kijk, aan de ene kant is hij soms echt de ultimate dad joke machine. Weet je, die zegt van, we graven je moeder op, we neuken er met z'n allen, staan we in de necrofiele. Dat je denkt van, kom op, dad, come on, dad, don't do that, man. Ja, maar ik denk dat een van de dingen waarom jij POB ook gestart bent, is natuurlijk om mensen te motiveren en te bemoedigen en dat ze iets doen met de commentaren. Maar sommige mensen te worden, kunnen toch? Dat niet handelen, toch? Sommige mensen kunnen dat niet aan. Natuurlijk. Dat was bij andere programma's ook, waar wij toevallig alle twee in zaten. Maar hij zei van, nou bijvoorbeeld, ik zie de poot in jou als een glazen tafel. Toen dacht ik, aight, ja, die voelde ik. Ja, maar mijn kenmerkende Michael After zin, dat ik echt dacht van... Jouw kenmerkende Michael After zin? Ja, dat ik echt dacht van, zeg maar, Michael After is een soort van awkward. Maar hij doet wel een soort van stoer tegelijk. Hij zei, dit is de harde kern, als een avocado pit. Dacht ik, dit is zo, zeg maar... Dit was zo'n... Ik dacht van, ja, dit is typerende Michael After Bar. Het is een soort van, ik ben stoer, maar tegelijkertijd ook een soort van soft. Dit is de harde kern als een avocado pit. Dat vind jij symbool staan voor... Ja, maar het paste echt bij hem. Ik snap wat je bedoelt. Van, het klopt, het was een wordplay. Ja, ik voelde het wel. Duidelijk. Nee, ja, absoluut duidelijk. En die 10 seconden regel vind ik ook absoluut dat heel goed. Dat gaat blijven, dus ik waarschuw iedereen gewoon. Als en eigenlijk is mocht je geen Twitter detect, hebben, be warned. Exactly. Maar als dat je is een joke detect... En dat is nog mild, man. Dat is nog mild. Het is mild. Dus laat hem vooral vasthouden. Er ook nog wat van? Jason. Jawel. Nou, excellent. En Tim, Jason. Jouw mening absoluut natuurlijk ook. Michael After, ja, ik vond hem goed rijmen. Hij had over de hele battle gewoon redelijk goede pogingen. Nog net niet echt de punchlines. Wat Tim zei over poot in glazen tafel. Ik zie een poot in jou als een glazen tafel. Dat klinkt wel dope, maar het klopt niet eigenlijk. Want het kan ook net zo goed een stoel zijn. Als een glazen stoel. Zie je ook een poot. Dus het moet wel zeg maar concreet zijn. Dat het voor één ding... kloppend is, snap je nou, ik hoop dat ik vind het interessant. Je vindt hem niet in een punten cash me outside, son. Je vindt hem niet duidelijk genoeg. Nee, een bar maak je dat alleen toepasselijk is op één ding bijvoorbeeld. Je moet hem niet kunnen vervangen. Je kan ook zeggen, je kan net zo goed zeggen, ik zie een poot in jou als een glazen stoel. In plaats van dat zijn vier poten, Amarty. Ja, maar ook glazen tafel heeft één poot. Hij heeft over één poot, ja. Ja, tafel. Zie je ook poten? Meerdere, laten we niet gaan hebben over tafels en stoelen. Wat ik bedoel, dat is weer wat technisch. Ik snap wel wat je bedoelt. Ik vind het interessant dat je zo gedetailleerd erop ingaat eigenlijk. Ja, ja, vind ik tof. Heb je zo een miljoen bar views gehad? Verder had hij, ik vind het slordig als je twee keer hetzelfde woord gebruikt. Kringloop in één zin. Ja. Je kan hem net zo goed vervangen door iets anders of schrappen. Vind je het slordig of vind je het ook lelijk staan? Ja, ook lelijk eigenlijk. Ja. Klinkt lelijk en geschreven is het gewoon slordig. Ja, vind ik ook. Tenzij de tweede keer dat ze hem gebruiken, de hele andere betekenis even shit. Dat is de nieuwe manier van rijmen, onder de youth. Ja, de youth dem. Maar verder, hij is redelijk goed. Michael After. Dat was een van zijn betere performances wel, man. Ja. Nee, is een kritische mening van Jason. Daar zit hij, man. Doe je ding. En bij Henk dacht ik, waarom ging hij niet freestyle? Want freestyle ging heel goed. Exactly. Dat was eerst twee rondes. Bij derde ronde had ik Tim en ik keken naar X, want X was grappig bezig. Oké, mocht je thuis dit niet begrijpen, ga terug. Kijk deze battle. Zet hem aan en kijk alleen naar X. Druk gewoon play. Kijk naar zijn hoofd. Je hebt hem al gezien. Kijk hem nog een keer. Kijk alleen naar zijn hoofd. Advies voor thuis. Tim noemde het broerhoofd. Dat is voor bruh. Ja, je had nog even een bruh-face. Ja, maar ja. Bruh. Hey, ik moet roeien met de riemen die ik heb, man. Als we mij bruh-material geven. Hashtag bruh-face.
Als ik bra material krijg volgeschoteld, is dat het resultaat, man. Jouw gezicht is gewoon... Jij moet nooit gaan pokeren. Jij zou ah. Zeggen, oh. Nee, maar het is, kijk, het is eigenlijk, ik, soms snap ik de logica niet. Ja, als... licht je gezicht nog even toe. Nee, fuck mijn gezicht, maar luister. Nee, oh. Jij bent zelfs wel een man. Nee, man. Ik had het terug aan Jason, man. Dat is gewoon klaar. Dat is klaar, man. Dat was het. Oké, okay. Oh god. Maar wat ik wil zeggen, kijk. Dit is wat Kimo zegt. Hoe heet die boy? Henk. Henk doet het gewoon goed in een freestyle toernooi. Ja. En dan ga je in een Britten voorbereide battle, ga je choken terwijl je goed kan freestylen, wat je net hebt laten zien. It doesn't make no sense. Nee, maar dat zijn, dan laat je me niks anders dan een broadface voor je opzetten, nee, man. Maar, nee, maar, maar jij, denkt dat jouw gezicht alleen maar zo is bij de epische momenten. Jouw gezicht gaat per woord. Jij gaat gewoon jouw gezicht is gewoon een serie. Maar Tim, kunnen we hieruit afleiden dat je eigenlijk wel het meest naar het excellence gezicht kijkt? Ja, ik ben battle gewoon. Ik zei, we moeten een excellent cam hebben, man. Ik zeg nog deze hele battle gewoon alleen excellent gezicht. IT, je hoort het, een excellent cam. Volgende event. Oké dan. De bra face was in the building. En Jason, Kimo, jij hebt de mening eigenlijk al gegeven. Ja, man. Ja, excellent ook, Tim ook. Ja, man. Wil je nog iets zeggen of zullen we gewoon de cijfers doen? Let's go to the digits, man. Henk versus Michael After. Yes. Let's go. Tim. Henk een 3. En dat is nog hoog, want als je maar één ronde hebt, kan je max een 3,3 halen. Dus ja, dan is een 3 best hoog. En Michael After een 7,4. X. Michael After. Oh, eerst Henk? Henk. Eerst Henk. Henk een 2. Ja, want hij heeft serieus maar één ronde gedaan. En in die ronde zat er één dope lijn. Het was die ene Niehout of zo, whatever. Die. Dus voor die ene lijn gecompenseerd, gedeeld door de 3 rondes. 2. Ja. Maar ik vind Henk wel dope. In die freestyle battles was je nice. Maar je weet toch, dit is gewoon wat de fuck het is. Je hebt een 2 voor dat. En Michael After een 7,6, man. Ja hoor. Yes, sir. Kimo. Ik heb Henkie een 2,5 gegeven. Wow, een ronde over vierkanten. Ja, dat is gewoon een mooie symmetrische 2,5. Symmetrische. Ja. En dan Michael After krijgt gewoon een strakke 7. Oké, een strakke 7. Ja, hij heeft het goed gedaan. Nice, ik man. Jason. Henk. Eerst een vraagteken geven, daarna een 3. Een vraagteken. Eerst een vraagteken, daarna 3. Hé, hey, ik voel Lexus vibes omhoog komen. Eerst een vraagteken, toen een 3. Shout out naar Lexus. En Michael After heb ik 6,4 gegeven. Oké, dankjewel. We zijn zometeen bij je terug met de gemiddelde cijfers. En dan zijn we dan met de gemiddelde cijfers voor de battle tussen Henk en Michael After. Henk eindigt helaas met een 2,6. En Michael After met een 7,1. Deze juryleden, deze meningen zijn niet de enige redenen en de dingen die bepalen wie er wint. Je kan natuurlijk zelf je stem uitbrengen. Hou alles in de gaten, word lid van dit kanaal en dan zie je ons binnenkort weer terug. Namelijk Kimo, MC Excellent, Tim Beumers, ik ben Brainpower en dit is ons gastjurylid Jason Bourne die er deze reeks bij is. Blijf kijken, blijf supporten en tot de volgende keer. Yeah.